Goedemorgen jongens en meisjes. Ik ben blij dat je weer kijkt. Heb je vorige week ook gekeken? Nou, misschien wel. Dan heb je het verhaal gehoord van Mozes. Baby Mozes die uit de rivier werd gehaald. Baby Mozes die een Israëliet is, maar opgroeit bij een Egyptische prinses. Mozes is nu ouder geworden. Een stuk ouder. En op een dag doet hij iets wat niet mag, wat echt niet kan. En de koning van Egypte hoort dat en hij wil Mozes doden. Mozes is bang en hij vlucht weg, weg uit Egypte. Mozes gaat naar een heel ander land toe en daar gaat hij werken. Hij wordt schaapsherder, hij vindt ook een vrouw, hij krijgt kinderen. Hij bouwt zijn leven daar verder op. Maar in Egypte, met zijn volksgenoten, met de andere Israëlieten, gaat het niet goed. Ze moeten nog steeds als slaven werken. Kei en keihard werken. En ze roepen, God help ons toch. God van Abraham, Isaac en Jacob, help ons. En God hoort die gebeden. En God gaat helpen. En hij gaat Mozes daarvoor gebruiken. Mozes weet dat nog niet. Mozes is gewoon zijn schapen aan het hoeden. Maar op een dag. Hé, wat zie ik nou? Zegt Mozes. En hij kijkt wat beter. Hij ziet ook wat rook. Het is een vuur. Er staat een struik in de brand. Nou, kan gebeuren, niks bijzonders. Maar Mozes komt nog wat dichterbij en wat vreemd. Hij ziet gewoon de takken, hij ziet de bladen. En ze worden niet kleiner, ze verschrompelen niet, ze verbranden niet. Ze staan wel in brand, maar ze verbranden niet. Wat gek, denkt Mozes, dat heb ik nog nooit gezien. Dus Mozes gaat naar die struik toe en hij komt dichterbij. En dan opeens, Mozes, Mozes, ho, Mozes schrikt. Wie zegt dat? De stem komt uit de struik. Ja, ik luister, zegt Mozes. En dan vertelt God, het is God die tot hem spreekt. Mozes, je moet naar Egypte gaan. Je moet het volk, mijn volk, jouw volk ook, moet je gaan leiden. Jij moet ze bevrijden uit de slavernij en jij moet ze brengen naar een ander land. Een goed land, het beloofde land. Dat moet jij gaan doen, Mozes. Wow, zegt Mozes, moet ik dat doen? Dat kan ik niet, dat kan ik echt niet. Maar God zegt, ja dat kan je wel, want ik ga jou helpen. Ik zal de juiste woorden geven. Het komt goed, luister maar naar mij. Maar Mozes zegt, nee, ik kan dat echt niet. Maar God zegt opnieuw, ja, met mijn hulp kun je het. Ga nou maar naar Egypte en je broer Aaron, die zal ik je ook laten helpen. Je hoeft het niet alleen te doen, ik ga met je mee. Nou, vooruit dan maar, zegt Mozes uiteindelijk. En Mozes verlaat zijn schoonfamilie en hij gaat op weg. Terug naar het land waar hij geboren is. Terug naar het land waar hij vandaan is weggevlucht. Hij heeft een moeilijke opdracht te wachten. Maar hij gaat er naartoe, samen met God. Heb jij ook wel eens iets moeilijks moeten doen? Vast wel, iedereen moet wel eens moeilijke dingen doen. Dit verhaal leert ons, je mag God om hulp vragen. En met God kunnen zelfs de moeilijkste dingen toch opeens lukken. Luister nog naar dit mooie lied, zing hardop mee. Ik wens je nog een fijne dag en we zien elkaar volgende week weer. Tot ziens, doei!